Ik ben begonnen toen ik 6 jaar oud was. Toen ben ik begonnen met les, maar daarvoor ben ik al met mijn ouders en mijn zus in de tuin wat wezen spelen. En toen ik 6 was, kreeg ik dus mijn eerste les. En dat is langzaam uitgegroeid tot steeds iets meer tennissen. En inmiddels is dat 20 uur per week. Ik ben inmiddels nummer 27 van Nederland, nationaal met alle senioren. En ik ben begonnen hier in Eemnes, op de plaatselijke tennisvereniging. En inmiddels train ik zo'n beetje door het hele land heen. Ik zit nu in 6 VWO op het Comenius College in Hilversum. En ik hoop mijn examen binnen enkele weken te halen. En daarna wil ik in september beginnen met mijn vervolgopleiding. En dat wordt economie en bedrijfseconomie op de Universiteit van Utrecht. En dit hoop ik dan te kunnen combineren nog steeds met 19 uur tennis per week. Ik hoop dan ook tegen die tijd mijn rijbewijs te hebben en een autootje, waardoor ik deze combinatie nog makkelijker hoop te kunnen doen. Ik denk zeker dat Paula een doorzetter is. Als je ziet hoe anders haar leven eruit ziet dan haar leeftijdsgenoten, die ook in 6 VWO zit en die gewoon 1 of 2 keer in de week sporten, wat overigens ook prima is. Maar hoe zij dat weet te combineren, dat vergt best wel veel discipline, denk ik. En ik denk dat dat het juiste woord is. Want als je zo'n 20 uur in de week besteedt aan je tennis, en je kan niet elke verjaardag af en je kan niet zo vaak uit. Dat is toch wel eventjes enige mate van discipline die je daarvoor moet kunnen opbrengen. Ja, ik heb mijn eigen website sinds denk ik nu 1,5 jaar, kleine 2 jaar. En ja, daar zet ik al mijn ontwikkelingen op, mijn wedstrijduitslagen. Foto's, krantenartikelen. Ja, ik heb ook foto's op mijn website staan van Tunesië in 2010. En dat was deels gefinancierd door het Talentenfonds. En ja, daar zijn we toen met de hele tennisschool naartoe gegaan. En hebben we 2 toernooien gespeeld. Het Talentenfonds heeft me ook geholpen bij het financieren van speciale zoeltjes voor mijn sportschoenen. En dan denk je zoeltjes, maar die zijn echt flink duur. Daarbij hebben ze me ook mijn medische keuring gefinancierd. Dat is 1 keer per jaar wordt dan alles gecheckt. We zijn hier op Nieuwegein in de Heidehal. Dit is ons trainingscentrum van Pro-Am Tennis Academy. Paula traint hier. Traint hier 5 tot 6 dagen in de week. Ligt een klein beetje aan haar schoolschema. Normaal gesproken traint je elke dag 1 tot 2 keer. Paula is eigenlijk een verrassende samenstelling qua speeltype. Omdat zij een allround speelster is. De meeste dames zijn baseliner. En zij heeft eigenlijk in huis dat ze ook naar het net zou kunnen. Dus zij speelt all court. Dat betekent in principe een goede baseline. Als een korte bal komt, is ze ook in staat om naar het net te gaan en daar punten te scoren. Dubbel tegen dubbel, maar ik wil handelingssnelheid op voetenwerk en op volley zetten. Max!
vind het altijd heel moeilijk om een droom te noemen. Omdat, ja, mijn droomdoel is top 100 van de wereld halen. Maar ja, of dat gaat lukken, zeg maar, dat weet je natuurlijk niet met blessures en alles. Dus mijn droom is eigenlijk om over 10 jaar te kunnen zeggen waar ik ook ben geëindigd. Want ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. En dan ben ik tevreden over mezelf.